Iedereen heeft het wel voorbij zien komen, de nieuwe liefde van Gio Latoy, Lynn. Lynn komt uit Brabant en dat lijkt Gio heel interessant te vinden. Maar wie is Lynn en hoe zag haar leven eruit voordat ze met Gio ging daten? Voordat ze Gio ontmoette had Lynn al 160.000 volgers op Instagram en 65.000 volgers op TikTok. Ze haalde haar volgers binnen met fitnessvideo's en foto's waar ze goed gekleed of in bikini poseert. Als je haar foto's mag geloven is ze een echte fit girl. Ze viel niet alleen 17 kilo af, maar kweekte ook nog eens een goed figuur en overwon een blessure in haar schouder, waarvan artsen zeiden dat het nooit meer goed zou komen. Lynn is zeker geen opgever. Van haar hobby, fitness en social media maakt ze haar werk. Ze startte 3 jaar geleden haar eigen bedrijfje waar ze opdrachten aanneemt als model. Op haar Instagram zijn een aantal gesponsorde posts te zien, dus de zaken lijken de goede kant op te gaan. Haar socials lijken ook flink te groeien sinds dat ze te zien is in de vlog van Gio. In slechts enkele weken heeft Lynn in totaal maar liefst 40.000 volgers op Instagram en TikTok erbij gekregen. Maar Gio is niet de eerste liefde van Lynn. Voordat Lynn Gio ontmoette had ze 8 jaar een relatie met haar vorige vriend. De relatie ging recent uit. Hierdoor zaten Gio en Lynn in hetzelfde schuitje. Want zoals heel Nederland waarschijnlijk wel mee heeft gekregen, zijn ook Gio en Jade onlangs uit elkaar gegaan. Tijdens een zakenreis naar Frankrijk van Rhodes Agency, de agency van Gio's goede vriend Ricardo, kwamen Gio en Lynn elkaar tegen. Lynn had zich toevallig net aangesloten bij de agency en Gio die ging gewoon mee voor de lol. Doordat ze allebei ongeveer in dezelfde situatie zaten, met een relatie die recent uitging, begrepen ze elkaar erg goed. De hele vakantie hebben de twee tortelduifjes veel met elkaar gepraat, maar daar bleef het niet bij. Terug in Nederland lijken de twee het erg gezellig te hebben. Gio vertelt in zijn vlog dat ze elkaar bijna elke dag hebben gezien. Na de vakantie in Frankrijk. Ze hebben zelfs al samen geslapen in een hotel. Het lijkt dus flink aan te zijn tussen de twee. Wie weet, misschien lukt het Lynn wel om Gio mee de sportschool in te slepen. Onlangs was hij al te zien in de gym bij Joël Beukers, maar dat is toch alweer een tijdje geleden. Kun je het je voorstellen, Gio die elke week gymt en super gespierd is? Wil je meer weten over het liefdesleven van influencers? Vergeet ons dan niet even te volgen.